Ja, jongens! Joël Buikers hier! Met oma Richard eigenlijk. Oma Richard. Opa Richard. Opa Richard. We zitten hier in de auto met oma Richard. Hij is 50 jaar oud. Heeft de ziekste transformatie van Clean Nutrition meegemaakt. En wij zijn hartstikke trots op hem. Hij inspireert ons. Daarom hebben we hem uitgenodigd in de Gouden Gym. In de scoopmobiel. We nemen even een paar fucking scoops. En we gaan zo meteen die hele tent afbreken. Lekker. Maar eerst willen we even wat weten. Want het is wel echt een hele zieke transformatie, Richard. Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Dat was goed. Jij hebt echt je best gedaan. Ja. Het was leuk. Drie maanden geleden dacht ik, het gaat echt gebeuren. 50 jaar. 50 jaar dacht ik van... Toeter maar. Oh jezus, ja, toeter maar. Die buik komt eraan. De jaren komen eraan. Wat gaan we daar nou aan doen? En toen lag iemand bij mij op de bak en die zei... Ken je deze gast? En die zei, wie is dat? En die zei, dit is het! Dit ga ik doen! Ja, serieus! Ja, serieus! Oh, en hij zei tegen mij, je moet kijken! Kijk! En ik alleen zei, kijk! En ik dacht, dit ga ik doen. Dit ga ik ook doen. Nou, dat is het. Dat is serieus. Nou ja, 12 weken ben ik verder en hier zit ik hier. En hoeveel kilo was je afgevallen? Ik was 78,5, zo ongeveer. En, vroeger nog zwaarder en nu ben ik... Ik heb de 71 gestuiterd, nu ben ik 72, 73. Ja, oké. Ik ben weer de andere kant aan het opgaan. Ja, Richard is nu weer aan het lean bulken. Ja. Dus een klein calorie overschot. Ja. Om weer even wat massa op te bouwen. Het is tenslotte winter. Ja, maar hij was ook wel goed gouddroog geworden. Hij was wel gouddroog, ja. Oh, dat was wel... Maar ik heb dit eigenlijk nog nooit zelf meegemaakt. Dat is iemand van jouw leeftijd. Dat zo doet gewoon. Ja, maar ja, weet je... Dat vind ik wel heel bijzonder. Yo, alles kan. Als je maar wil. Ja. Je moet dat blijkt, ja. Ja. En ik bedoel, het was wel pittig, maar het is te doen. Het is niet dat het onmogelijk is. Als het makkelijk was, dan deed iedereen het ook wel, weet je. Je moet ook even zelf eventjes op dingen opofferen om ergens te komen. Maar nu kan je gewoon weer eten, toch? Nu kan je weer lekker... Sterker nog, het is best wel raar om weer veel te eten. Ja. Voor mijn gevoel maar is het best, je kan ook best veel eten, als je zoveel sport. Ja. Want je gaat elke... Ja, ik train eigenlijk elke dag. Elke dag drie keer in de week even flink zwaar en twee keer eigenlijk wat minder. En er zijn wel momenten dat ik 2 tot 3 keer per dag train. Ja, want ook voor je werk? Of? Nee, ik heb patiënten en patiënten trainen bij mij in een revalidatie. Dan train ik altijd even mee. Ja, even het mensen... voorbeeld geven. Nou ja, kijk, je hebt mensen die vinden het leuk als je ernaast staat in begeleiding. Je hebt ook mensen die hebben de uitdaging nodig van mij. Ja, ja. Die denken, opa, kom, laat maar eens even zien. Zo deed ik dat ook in het begin. Met personal training inderdaad. Dat ik zelf echt meetrainen, want dan zit je samen in een soort van... Absoluut. En het is gewoon lol. Ja. En daar bouw je ook een band op. En mijn maatje met wie ik samen train, Niels, dat is... Zo zijn we ook begonnen. Kwam met een versleten knie. Shout-out naar Niels. Shout-out naar Niels. Shout Niels! Niels! Ja, dat was mooi. Voor goud, man. En, hij kwam voor een knie en later voor een rug. En we zijn heel hard bezig geweest. En eigenlijk heeft hij een grotere prestatie. Want hij is echt meer dan 12 kilo afgevallen. Zo. En hij is nog steeds bezig. Maar we doen het samen. En dat is ook leuk. Ja, dat helpt dus ook, hè. Dat je echt gewoon je groeimaatje... Absoluut. Gewoon zijn nest uittrekt en mee laat doen. Hey, het is denk ik tijd voor een paar scoopies. Straks lullen we weer verder in de gym. Even een setje zoeken, Sam. Wacht, daar was die al. We hebben een lekker setje. Maar we hebben ook de V2 cocktail. We hebben hier de blueberry met de watermeloen. Half om half gemixt in een pot. Lekker hoor. Dat is lekker hoor. Dat is goed. We hebben het goed opgeschreven hoor. Nam je eigenlijk? Oh, Sam, nog een. Ja. Vergeten heen hoor. Twee, hè, ons werk is niet. Richard is niet bang. Hij is echt niet bang. Nee. Ja. Ja. Heel mooi. Oké, loop erbij. Ja, maar als je erbij.
blijf filmen. Oh. Let op. We moeten naar de gym snel. Sam, hou me vast. Nou, alles vast. Here we go. Ja? Yeah. Fucking hell. Wacht even hoor. Dat kan allemaal met de scootmobiel, met de raad hier, jongens. Natuurlijk, achter je aangedreven. Slikken, let's go, snel, 3, 2, 1. Ja, goeiematen, we zijn hier bij onze lievelingsoefening, de Lepeldown. En Richard die heeft natuurlijk, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar hij heeft de handschoenen aan. Hè? Dus waarom heeft Richard handschoenen aan? Heeft hij een hele goede reden voor? Het sneeuwt. Nee, ja, god, je krijgt, als je veel traint, krijg je veel eelt op je handen. Ik zal het je laten zien. Ja? En ik werk met mijn handen en dat is voor de meeste mensen niet zo heel erg leuk. Zij hebben het wel, ik heb het niet. Vandaar dat ik de schoenen aan heb. Dus het is echt wel voor je werk? Ja, het is echt wel voor je werk. Dus jongens, dan mag het. Dan mag het. Oké, we zijn bij de Lepeldown. We hebben eerst de warming-up gedaan, 20 reps, gewoon even bloed erin pompen. En nu gaan we de echte setjes doen. We doen 4 setjes, we maken 15, 12, 10, 8 reps en dan gaan we weer verder. Ja? Handschoenen vast. Bam, oh ja, 1, 2, 3. Bam, ik raak er soms ook de spier aan. Ja, dus die rug, die lats. Bij jou net. Uh-huh. Omdat je dan voelt. Dan ga je met je mind nog meer naar die spier toe. Ja, zo moet die extra vaak doen. Ja. En die gaat er helemaal over en het is gewoon weer. Oh, ik moet nog wel een massa krijgen. Wat moet ik doen? Voor mijn voet, want die is er niet bij. Maar ik vroeg al, Sanna, hoe moet ik er even doen? Ah, nog één keer. Oké, groeimaten. We zijn hier bij de seated row. En we hebben twee losse handvatten. Die gaan we als een V-vorm door ons lichaam heen rammen. We squeezen die schouderbladen naar elkaar toe. We houden die ellebogen laag, zo ver mogelijk bij je heup. En we gaan weer langzaam terug. Boom. Helemaal strekken. Boom. Het ging over goud, maar het is nu wel even een stuk beter nog, hoor. Oh, kijk, kijk. Oh ja, dat is wel even een update, toch? Ja, dat is top. Ja, we gaan erop. Gaat die gozer naar me zeggen. Als jullie hier komen trainen, gaan jullie nooit met lege handen naar huis. We krijgen altijd leuke cadeautjes. Maar we zijn hier nu bij de One Arm Cable Row. Cable Row. En we brengen weer, net zoals met die andere oefening, brengen we die elleboog zo ver mogelijk naar de heup toe. Dus we houden het alles lekker laag. Boom. Borst naar voren. Squeeze die hele fucking rug hier. En dan ga je weer langzaam terug. En dan voel je hem helemaal tot... Ik voel me eigenlijk helemaal hier zo, joh. Dus, pap. Langzaam weer terug. Pap. Langzaam weer terug. Het voordeel van deze oefening is dat je ook ontzettend hard je core moet aanspannen eigenlijk. Dus het lijkt heel makkelijk wat ik doe. Maar ik ben continu bezig om mijn lichaam recht te houden. Kortom, pure winst. Pure genoeg winst. Geluld. Het lekkere setje gaat aan. We gaan die hele motherfucking tent opbreken! Nee, dat is
We zijn bij de volgende oefening. Ook weer een lepel down, maar dit keer doen we de reverse grip. Dus we pakken hem zeg maar onderhands beet. Ik gebruik echt mijn handen als een soort haak zo. Want als je te veel je hand dit gaat doen, dan ga je te veel je onderarm erbij gebruiken. Waardoor het soms, zeker in het begin, verzuring kan veroorzaken. Waardoor je het niet meer kan vastpakken. Dus dan ga je die oefening niet meer goed doen. Dus wat we willen is dat hij gewoon echt gewoon lekker recht eraan hangt. Zo, je arm. En dus niet, ik wil niet dat je jezelf gaat optrekken aan de stang, zeg maar. Dus je laat echt die rug zoveel mogelijk het werk opvangen, zodat die lekker kan groeien. Wederom weer hakken in de grond, gewoon goed stevig eronder zitten, want daar komt die kracht vandaan. We isoleren die hele spier. Oh, wat hebben we er toch een partij zin in, hè jongens? In dat lekkere goddamn zeetje! Kom dan met het zeetje! Ik heb nog een tip. Bij deze beeld ik dus ook echt in, als die stang op mijn borst is, squeezen we natuurlijk die hele goddamn rug, maar ik beeld ook echt in dat ik die hele stang helemaal gort trek. Dat ik hem helemaal zo kapot buig, zo bam, in die rug. Als je dat inbeeldt, dan ga je lekker vergroeien. Mooi superstar. Hij is aan jou. Dit okay. Is laag. En squeeze. Dus hier, dit moet keihard. Oh, dit is hard, joh. Wow. Hey. Volgens mij zitten daar een paar goudstaven in. Ik weet het niet. Hey. Zo ja, squeeze, oh, boom. Shit. Juist. Dit is wel goud, hoor. Wat is dat setje dan? Sorry, Richard. Je mag wel even voelen, dan denk je een beetje wat we doen. Die voet is gewoon helemaal aan het opgedragen. Ik denk in de liefde, dan zat ik echt een best komen voelen. Volgens mij ben ik, of niet? We zijn hier bij de reverse fly, we gaan eventjes wat detailwerk verrichten. Dus we gaan de achterkant van die schouderkop pakken. Dat doen we gewoon lekker mee met rug, want dat is eigenlijk ook een spier wat bij de rug hoort, vind ik. Je pakt altijd een beetje trapezius mee, maar we gaan zoveel mogelijk die achterkant van die schouder isoleren. Zodat je die mooie, ronde, volle look krijgt. Oké, Richard die gaat het voordoen. Dus we hebben een holle rug, borst naar voren. En het bewegingsvlak is heel belangrijk, is dat we dus niet te veel die rug erbij gaan pakken, maar dat je eigenlijk moet inbeelden dat hier een muur staat en je brengt langzaam die dumbbell zo, juist, precies zo. Dus is het mooi recht, pakken we echt die achterkant van die schouder, in plaats van dat we hem zo doen en te veel de rug erbij betrekken. Je kan het ook echt voelen, want nu staat het echt gespannen en nu staat dit heel erg gespannen. Dus dit is het bewegingsvlak. En we brengen gewoon lekker die dumbbell helemaal tot hier. We hebben de handvatten. We drukken hem echt helemaal naar buiten zo. Ja. Daar ja. En het is natuurlijk een heel... Het is een klein spiertje, dus het is heel moeilijk om dat geïsoleerd zo te trainen. Vandaar dat je die moet inbeelden inderdaad. Dat hier bewegen, dat hier gewoon een muur staat. Dat je niet verder kan. Dit is goed. Bam, daar. Lekker, hè? Oh, fuck. Als je zo staat, dan word je wordt snel duizelig, hè? Omdat het bloed dat daalt natuurlijk. Enorm. Ja, dat is echt zo. Het lijkt. Fuck. Je wil natuurlijk ook het mannetje zijn in de gym. Door meteen dikke dumbbells te pakken. Geen zin. Maar dat is juist een fout. Dat hoeft niet. Ik ga het draaien, hoor.
Ja, goeie maten. Het is weer het einde van de goddamn training. Die hele rug is uit elkaar getrokken. Richard heeft ons ontzettend trots gemaakt. Ik wil graag weten, heb jij nog tips voor deze kijkers die nu op de fucking bank zitten? Tip, als je 50 bent zoals ik, kom van die bank af en ga lekker trainen. Je kan het, het kan echt. Maar hoef je niet 30 voor te zijn of 25, gewoon 50. Boom, gewoon gaan met die jongens. Denk aan je groeimaatjes. Komt allemaal goed. Dus inderdaad, de groeimaatjes die helpen je wel. Absoluut. Want jij hebt ook een groeimaatje erbij. Niels is mijn groeimaat. Niels, ja. Ja, is topper. Dus dat helpt sowieso. Ja. Jij hebt natuurlijk de video's bekeken eerst. Ja, op zo'n dag van, dit moeten we gaan doen. Dit moet ik ook doen. Dus eerst zit je op de bank, kijk je die video's en denk je, godverdomme. Dit gaat niet. Ik keek naar beneden zo en ik dacht, oeh, dat gaat niet goed. We hadden het ook echt tegen jou, van, op van die bank. Ja. Oh, ja. Was goed gelukt of niet, hè? Ik hoorde het. Ik dacht, oh, ze hebben het tegen mij. Richard zit nu in de Lean Bulk. Hij volgt nu gewoon via Zanna, onze coach op Clean Nutrition. Absoluut doen, is echt goed. Ja. Nu het Lean Bulk programma. Over 3 maanden gaan wij kijken hoe Richard ervoor staat. Ja. Lijkt mij leuk. Ik zeg altijd voor goud en meer. Ja, ja. En dat gaat nu komen. En wat ga jij nu vanavond trouwens doen? Ik ga vanavond naar de HQ. Naar de HQ. Hij gaat gewoon keihard. Wij gaan deze video weer afsluiten, jongens. Tag je groeimaatje. Dus godverdomme, nu van die bank af. En ga voor goud. Dankjewel, jongens. Ik denk dat we het gaan genieten van het leven. Oh ja, koekjes en cream. Koekjes en cream. Hey, salut. Goed, lekker. Ja, daar zat ik op te wachten.